De Loosdrechtse Stichting Sloep is bekend van grootse evenementen en festiviteiten, zoals de feestweek rond Koningsdag. Op zondag 10 juli werd een nieuwe activiteit geïntroduceerd, de Sloep Vaarrally. Deze keer was het nog een try-out vanwege de korte voorbereidingstijd, maar bij succes kan het een terugkerend evenement worden. Er was een maximum aantal van 30 deelnemende boten ingesteld, maar uiteindelijk hadden zich 23 boten met bemanning aangemeld. Na het ophalen van hun vlag met nummer en hun instructies konden ze tussen 1 en half 2 vertrekken bij de Porseleinhaven. Er waren twee verschillende routes met onderweg puzzels en fotovragen. Hebben jullie een pen? Ja. Ja, ja wij varen allebei, Sabrina en ik. Ja, maar eentje moet... Sabrina staat hier nu niet, namens de groep. Ja. Voor hier even wat drinken of een consumptie of een heerlijke ijswater te kunnen krijgen, heb je een pop ondervertoond van Polsbandje. Dus je krijgt het namelijk gratis krijgen. Vandaar het Polsbandje. Een evenement waar de stichting Sloep beroemd mee was geworden, de Sloepentocht, niet specifiek voor sloepen, is nu definitief van het programma verdwenen. Met in de loop van de jaren een steeds groter aantal bootjes werd gevaren op de plassen en werd gebruik gemaakt van de diverse sluisjes. De tocht werd al gevaren in twee richtingen om de grootste drukte en lange wachttijden bij de sluizen tegen te gaan. De laatste edities trokken gewoon te veel deelnemers, waarvan een groeiend aantal zich ook ging misdragen, wat het plezier voor de anderen weer verpesten. Met deze nieuwe opzet hoopt men weer een gezellig en sportief evenement te kunnen neerzetten.